Op weg naar een zorgvuldige veehouderij. Verordening Ruimte 2014. Stel, u heeft een veehouderij en wilt uw bedrijf verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de kwaliteit te verbeteren, een ander verdienmodel te zoeken of uit te breiden. U kiest voor uitbreiding. Wat moet u dan doen? U kunt niet meer meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Eerst gaat u in gesprek met de gemeente en met de buurt. Wat wilt u? Kunt u iets met de wensen van de omwonenden? Sluit uw voorstel aan bij de afwegingen die de gemeente moet maken? Door al vroeg een gesprek aan te gaan over uw plannen, voorkomt u later oponthoud, overbodige kosten en andere onaangename verrassingen. Een voorbeeld. Een veehouder wil een nieuwe stal bouwen. Omwonenden verwachten door de nieuwe stal meer geuroverlast. De boer neemt na overleg een luchtwasser en plant deze aan de kant van het gebouw die het verst van de woningen af ligt. Daarmee neemt hij de bezwaren van de omgeving weg. De resultaten uit de gesprekken kunt u meenemen bij het invullen van de BZV, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Zo kunt u laten zien dat u rekening houdt met uw omgeving. Dan kunt u nu de omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente toetst het gesprek met de buurt en de ingevulde BZV. Uiteraard kijkt de gemeente ook of uw plannen voldoen aan bestaande wetten, zoals de eisen voor de milieumelding, het bestemmingsplan en de verordening ruimte. Als er verder geen bezwaren zijn, mag u de plannen uitvoeren.